Fontein, Zola Budd, de first stop. En wie weet, als die weer net wel vriendelijk blijft, kan ons vanavond atletiek geschiedenis zijn. Ze is daar aan die binnenbaan en meneer Handy stuurt al weg. Als laatste vroege wereldrecordhoudster was natuurlijk Esther Brandt, wat haar hoogsprongrecord opgesteld door in 1941, is eerst herkend in 1952. Maar dit wordt door die verleden en die heden behoort aan Zola Budd. En onmiddellijk is hij voor, gevolgd door Sanja Laxton en die wedloop ook Elana van Zyl. En Janet Grieve is derde lid van die Westprovincie uitnodigingsspan. En zo komen we hier. Budd, van Zyl, Grieve. En Annelies van Zyl van de Eugene Meyer. En die vierde plek. Maar dat is die stopperlozie en die voorpunt wat ons aandacht nodig heeft. Ons had uitgewerkt dat Zyl Budd die 12,5 rondes die gemiddeld 72,64 secondes moet afhalen. Rond de tijd dus van gemiddeld 72,64. En onmiddellijk in die eerste ronde heeft ze reeds, ik zie daar die gaping opgebouwd van meer dan 10 meter naar Sonja Laxton toe. En die stopperloosie is voorbij 1-10-0. Zij zal later van jaar natuurlijk in IAAF-kleren deelnemen. Die enorme schare is reeds vroeg op de voeten voor jullie stukje goud in die vrijstaat, Zyl Budd. Dat is die moeilijke deel. Voor die paviljoen op, maar die hoop komt van die schare, hoewel die wind, die sterkste zuidoostenwind, haar wil terugdrukken. 1,48,96 met 11 rondes oor en in jullie vroege stadium is hij beslist binnen daar die merk. Zij is de vierde vinnigste, net wel senior, vrouwenatleet van alle tijden en net 2 seconden stadiger als Mary Tab van de VSA. En reeds na 2 rondes, precies nu 2 rondes, een gaping van 80 meter naar Sonja Laxton. Je ziet hem daar. Nu weer die buurkracht in die wind. Lieflijk ontspannen. Die schade brengt haar thuis. Ze stelde junior wereldrecord in 5000 meter hierop op Stellenbosch in april verleden jaar, 15 minuten 24,08. Ze verbeterde daar die record op de UPE-baan in Port Elizabeth een paar maanden later, 15 minuten 10,65. En ze blaast in de nek van Mary Decker-Tab. 2,54. Gedurende moet ze nu 3,08,60 eerst gaat erbij. Een fenomenale tijd, maar dat is niet te vroeg praten, daar ligt nog een lang pad voor. Niet te vroeg praten. Er is 10.000 mensen wat er gaan helpen. Van die record. Laxton is om en bij 200 meter terug. Samen met Elana 5 rondes. Werd ik verstommend waar zij die kracht bergen. Tenger. Maar met verborgen fysische kracht. Een merkend opgetrekte scores. Nou, weer die moeilijke deel van jullie ronde. En het lijkt alsof het serie zo'n beetje verslappen. Als zij binnen 9 minuten 04,80 gaan deurkomen, gaat het nog goed met haar. Ze is nu daar op 8,57. Dus haar stadigste ronde zover. Vanaf gaan ze aanmoediging nodig krijgen van die scharen, wat het reeds geeft van die... Sorry. 3 rondes gaan oorblij, plus 50 meter nu. 11 minuten, 30,08 is die mikpunt. 11.20, 11.21, 11.22, ze is nog steeds daar. Ze is nog op koers. Ongekende toneel hier op Stellenbosch. Die grootste schare verzameld voor atletiek bijeenkomst zit er die daar van Dani Malang en Dickie Broeberg. Je ziet die anders staan feitelijk. Maar Zola gaan voortgaan 172 secondes per ronde. Het 1000 meter nu oor. Ver van sit daar die tijd nou niet. Beslist niet voor die skare niet. 2 rondes. En 200 meter. Dat is hier weer voorbereid van wat het werd is.
Als dat twee rondes oor is, moet zij onder 12 minuten 42,72 secondes doorkomen. Het is 12.17. Het is 12.20 nu. En Zola Budd wordt ingedraaid in die pijlvak voor die voorlaatste maal. 12.26, 12.27, 12.28, 12.30 nu. En nu 12.42 is die voorlopige mikpunt. Zij is 7 secondes binnen. Zij 7 seconden binnen haar teken. Daar blijft haar oor 700 meter. Ook nu een volle ronde voor Sonja Laxton. Zij moet het aanvoelen. Dat is binnen haar greep. Binnen haar bereik. Oor 600 meter kan zij die nieuwe wereldkampioen wees. En die 5000 meter senior vrouwen. In verre Amerika weet Mary Decker-Slaney dit waarschijnlijk niet, maar een jong dochter in die Vrijstaat, een 17-jarige Zuid-Afrikaner, kan die naam van Mary Decker-Slaney uit die recordboek vee. Daar blij één ronde oor en minder dan 200 meter. Als zij, wanneer die klok lui, binnen 13.55,36 is, dan kan ons zo lang vis vier. Voor die voorlaatste maal, die aanmoediging van die skare en de seensklap als een wind even gaan leid. 50 meter oor, 13.55,36 is die teken, dit is 13.46 wanneer sy die klok kry. Hier kom wereldgeschiedenis wanneer een 17-jarige dochter een senior wereldrecord kan opstel. Dan blijft er 350 meter oor. Een mens wonder waarom denkt zij. Waarom denkt zij die afgelopen 14 minuten en 6 secondes? 7 secondes. 300 meter optimisten. Die stoppen nu op 14.12. 14.15. Ze heeft minder dan 45 secondes nodig om klaar te maken. Daar blijft die laatste 200 meter nauwer. 12 rondes terug het jaar begin waar ze nu is. Dit is 14.28, 29, 14.30. Ze heeft 38 secondes huis toe. Wat een wedloop! 14.38 en 14.40 nu. 28 secondes voor die laatste 110 meter. Die oogjes is toe, die arms die werk. En zij weet, zij kan het bereiken. Voor die laatste maal, wat een 14.52, 53, die mag van 15.08. En zij gaat het slaan. 50 meter op die kop, 15 nu. En zij verpettert die wereldrecord. Atletiek geschiedenis in Zuid-Afrika, ze is nog nooit tevoren niet. En ze lijkt niet eens uitermate moeg niet. Hoffie Hofmeister wat de voeten wil vastleggen voor die pers. En die scharen ontploft hier op Coetzenburg. Hier is haar eerste ronde. En uitermate moeg lijkt ze niet eerst niet. Ons kan niet hard genoeg daarom praten. Daarom praat hij, die weer was werkelijk sterk in haar geweest. Trouwens, in normale omstandigheden kan zij waarschijnlijk 5 tot 10 secondes van haar gehardloop. Gehardloop het als die ongelooflijke tijd van vanavond. Ze hardloop kort van daarna, die beginpunt toe, daar waar een zweetpak is. Nou, waar haar africhter waarschijnlijk ook nog is. En daar is hij. Pieter Lappeskagni. En hier begint haar eerste halfronde nu. Sonja Laxton wat bij haar komt op haar laatste ronde. Zij is niet als nat gesweet niet. Ik geloof dat het een senior record wat die jong dochter verpettert. Zij lijkt jonger en straler als haar 17 jaar. En nu voor de eerste maal lacht zij.
We'll be right back.